Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van Weerplaatsen.nl. Vandaag hebben we te maken met een lage drukgebied dat via Limburg naar het westen van België trekt. Het zorgt voor veel bewolking en vanochtend vooral voor veel regen in het zuidoosten van het land. Lokaal kan het daarbij onweren. Vanmiddag vallen ook op andere plaatsen een paar stevige buien met kans op hagel en windstoten. Maar de zon komt in het noordoosten van het land soms ook erbij. Het wordt 20 tot 21 graden bij een stevige noordelijke wind. Vanavond vallen er ook buien in het westen van het land met onweer, maar vanuit het oosten wordt het vannacht geleidelijk aan droog. En dan draait de wind naar het zuidoosten. En morgen staat er een zuidoostelijke wind, hooguit een zwak tot matige wind. Het is op de meeste plaatsen droog, er zijn wolkenvelden, maar de zon die breekt soms ook door en het wordt 20 tot 22 graden. Lokaal is kans op een enkele bui. Woensdag, donderdag en vrijdag is de kans op een bui groter, maar de zon schijnt ook van tijd tot tijd en met 20 tot 22 graden is het vrij warm voor begin juni. Ik ben Diana Boei van Weerplaatsen.nl.